De Rijksoverheid doet steeds vaker een beroep op onze ouderen om langer thuis te blijven wonen. Familieleden en mensen om hen heen zijn dan verantwoordelijk voor het leveren van de zorg. Dat noemen we mantelzorgers. Maar steeds vaker krijgen we berichten dat mantelzorgers overbelast zijn. Daarom willen we de komende jaren extra investeren in respijtzorg. Dat is zorg die geleverd wordt waarbij tijdelijk de mantelzorger ontlast wordt. In onze gemeente geven we meer dan 1 miljoen uit boven begroting voor jeugdhulp. Wat ons betreft moet dat de komende jaren gaan veranderen. Door slimmer in te gaan op jeugdhulp, maar ook meer aandacht te hebben voor preventie. Daarnaast kijken we naar de landelijke overheid, want 4 jaar geleden hebben zij jeugdhulp op het bordje neergelegd van de gemeentelijke overheid met daarbij veel te weinig financiële middelen. Dus dat wordt ook de komende jaren een heel belangrijk punt. We hopen dat we met uw steun ons kunnen blijven inzetten voor zorg en welzijn op en na 21 maart. Voor een duurzame toekomst. Stem SGP.